Ze kunnen nu geweldige bommen maken met huistuin- en keukenmiddelen. Daar zit waterstofperoxide in, aceton zit erin. Ik heb 4 waterstofperoxide en nog 1 aceton. Ah, daar hebben we alles wat jullie hebben. Ja. Er is een nieuwe richtlijn die zegt dat wanneer mensen verdachte hoeveelheden van bepaalde grondstoffen kopen, dan moet dat gewoon worden gemeld. De Week van Poont, vanavond NPO 3.